De organisatie van de jeugdveldaagse heeft besloten om de tweede wandeldag niet door te laten gaan vanwege het naderende noodweer. Gelet op de code oranje van het KNMI heeft de organisatie besloten dat het niet veilig genoeg is om te gaan lopen. Voor het bestuur geldt dat veiligheid voor alles gaat, zo laat de organisatie weten. Dat betekent dus dat er dit jaar een wandel wandeldriedaagse is in Pilhamaas. In twee woningen in Balen en Meijel heeft de politie drugs aangetroffen. De burgemeester heeft daarom besloten om de woningen te sluiten. Het gaat om een woning aan de Bongardweide in Balen. Die wordt gesloten voor drie maanden. Een woning aan de Venacker in Meijel wordt gesloten voor een periode van zes maanden. Bij de woning in Balen werd een hennepkwekerij aangetroffen. De elektriciteit en het water werden illegaal afgenomen. In de woning in Meijel trof de politie een handelsgeveelheid harddrugs aan. Die woning wordt voor zes maanden gesloten omdat het daar om harddrugs gaat. Ikkezer Camp heeft de tweede plaats behaald bij de E-waste race. Na lange tijd op de eerste plek te hebben gestaan, werd de Ekersse School uiteindelijk tweede met het inzamelen van elektronisch afval. In totaal werden er door de deelnemende scholen ruim 20.000 oude elektronische apparaten ingezameld. Baschool De Lier uit Venray werd de winnaar. En de gemeente Pelamaas stopt vanaf volgend jaar met het publiceren van de gemeenteberichten in het Huis- en Huisblad, de Hallo Pel en Maas. De berichten worden vanaf 1 januari 2024 via andere kanalen verspreid. De gemeente publiceert al enkele jaren de gemeenteberichten in de Hallo. Eind 2023 loopt die overeenkomst af. De kosten bedroegen jaarlijks 87.000 euro. De klachten over de slechte bezorging van de Holo heeft ook een rol gespeeld, zo laat het college weten. Lang niet alle inwoners ontvangen het blad meer, de Holo heeft laten weten, door te gaan met de verspreiding van het Huis- en Huisblad.